hard gaat. Kijk hoe hoog jij maar krijgt. Uitkijk, dit gaat. Ga je zo op. Goedemorgen, het is zondagochtend. Ik heb ontbijt voor Sarah en ontbijt voor mezelf. We hadden eigenlijk plannen om de deur uit te gaan, maar die ging last minute niet door. Dus het is ook heel slecht weer. Dus we gaan vandaag maar gewoon een hele grote huishouddag doen. Want ik had iets gezien, ik had op mijn telefoon gezien dat het weer einde van de week... van aankomende week beter wordt. Dus dan hoop ik nog wel wat te kunnen doen. Want de vakantie is natuurlijk al bijna over. Even kijken, wat zag ik? Ik zag gewoon dat het scherp 24 graden zon weer aankomen. Yay! Nou ja, dan zoveel mogelijk nu dan maar doen. Dat zodra het lekker weer is, dat we erop uit kunnen. Ik heb er zo'n zin in, zo'n behoefte aan. Echt niet normaal. Ik heb trouwens mijn haar net gewassen en ik had het omhoog, maar het bleef niet zitten. Dus ik hoop dat het nog een beetje krul in blijft zitten zo. Meestal zakt het dan wel heel erg uit. En ik heb dit shirtje aan van Nick en Nick. Ik heb mijn broek heel charmant even omgeslagen. Want dit is die regular en die loopt heel erg flared en dat vind ik heel leuk. Maar ik wilde hem heel lang, want dat vind ik leuk met schoenen erover. Alleen, ik ben nu in huis aan het lopen en dan loop ik heel de tijd op. Ik heb die even gezet. Ik moet even naar de schuur gaan. Ik heb deze schoenen er eigenlijk bij aangedaan. Maar in huis, ik ben elke keer nu in kastjes en zo. Dus dan vind ik het niet handig om mijn schoenen aan te hebben. En ik wil ook mijn broek niet kapot lopen. En, oh Sarah, kom eens. Daarom kunnen we even laten zien wat zo leuk is. Er is dat. Ja. We zijn weer lekker aan het matchen. Oeh, zo kan ik het toch niet laten zien, gekkie. Oh, je bent zo lekker ding. Nee, we matchen weer. Nee, niet meer. We zijn dus nu op zolder aan het opruimen. En ik vlog hier normaal nooit, want het is gewoon één grote rommelzolder. Maar ik vond deze terug. Dit is mijn beertje. Ik wist dat hij op zolder lag. En mijn andere beer, deze had ik altijd bij mijn opa en oma. En deze, nou je ziet het er ook aan. Die heb ik echt al van baby af aan. En die lag heel alleen op zolder. En nu heb ik hem weer. Ja. Vind je dat zo grappig? Maar dat is mijn beertje. Oh. Nou, we gaan even opruimen hier. Het is één grote chaos. Dus ik weet niet of ik echt iets kan filmen. Maar we hebben hier van die vakjes langs de rand. Dus die ga ik even leeg trekken. En even kijken wat er van bewaard moet blijven. En wat er van weg kan. En als ik dan hier ruimte heb, ga ik hier dingen inzetten die wel bewaard moeten blijven. Want ik moet natuurlijk ruimte creëren op zolder. En er moet gewoon ook echt wel veel weg. Ik heb ook wat zakken liggen. Ik heb hier alleen door wat er allemaal staat gewoon heel weinig bewegingsvrijheid. Ik zit nu ook in een heel klein stukje. Dus ik kan hier niet heel goed filmen. En hier hoort de wasmachine ook op de achtergrond. Die staat ook aan. Ik ben gelijk allemaal wasjes aan het wegdraaien. En ik heb een was die is bijna droog. Dus die mag ik daar ook dan nog even wegstrijken. Dus we gaan ze gewoon schippen. En Sarah heeft heel leuk haar tekenboekje mee. En de vakantieboek. Dus die gaat gezellig bij mij. Nee, niet mijn vakantieboek. Heb je een andere gepakt? Maar goed, die gaat zich dus ook even hier vermaken. En dan zijn we wel even gezellig samen. Terwijl we dit aan het doen zijn. We hebben net echt wel heel veel opgeruimd. Heb ik niet gefilmd, maar dat ging ook niet. Marco heeft ook geholpen. Die is nu aan het koken. En we gaan zo spaghetti eten. Dus ik was even op bed gaan liggen. En ik ging vlogs kijken van andere mensen. En toen zag ik daar poffertjes in. En nou heb ik echt heel erg trek in poffertjes. Maar het is zondag, het is 5:30. Ik zou hier bij God niet weten hoe ik aan poffertjes moet komen. Er zit hier ook niks in de buurt. En plus hij is aan het koken, dus het zou heel raar zijn als ik nu poffertjes ga halen. Maar zo'n trek in. Dus ik heb het wel... Ik maak altijd een boodschappenlijst natuurlijk op mijn telefoon. Voor wat ik wil gaan halen. Dus daar heb ik wel poffertjes nu opgezet.
Dan ga ik poffertjes kopen. Het zonnetje is toch een beetje doorgebroken. Terwijl ik de camera aanzet, trekt hij wel een beetje weg. Maar goed, het is lekker weer. Dus we gaan nog even in de speeltuin kijken. En Mila. Deze kleine dame naar buiten uitlaten. En Mila gaat mee. Dat weet ik niet. Je wilde bij Mila aanbellen. Dus ja, dat is prima. Je mag kijken of ze even mee wil. Of ze er is. Kikik. Kikik. Ze is lief aan het spelen en ik heb mijn eigen chillplek. Ik heb een kinderpicknicktafel. Nou, wat wil je nou nog meer, hè? Kijk wie daar aankomt. Hoi, papa. De pop was lekker aan. Af, af, nee. Af, af. Ik ben nog niet af. Ik kan dat. Ik kan dat. Goedemorgen. Gisteren hadden we gewoon een heel gezellige avond. Het was natuurlijk sowieso een beetje een rare dag geweest. Dus ik ben vergeten de vlog af te sluiten. Bij deze dus nog. Ik heb volgens mij niet heel veel gefilmd. Maar ik hoop dat dit toch leuk was. En je valt op morgen.